Welkom bij deze les van Photoshop, waarin we een schets gaan inkleuren door middel van de brush. Ga naar File en open je bestand. Ik heb al een aantal Photoshop bestanden voor jullie gemaakt. Dat is ietsjes praktischer. Nou kun je natuurlijk deze schets, die je dan misschien met de hand hebt gemaakt, kun je met krijt of met stiften inkleuren. Gewoon met de hand. Dit kun je ook in Photoshop doen. Het geeft een heel mooi en gaaf effect en het gaat ook vrij snel. Je zal wel zien dat je hier ook een beetje gevoel nodig hebt, behalve dat je alleen maar de tools gaat leren gebruiken. Nou, wat we als eerste doen is, we gaan even hier weer naar de lagen kijken. Dan zie je dat deze laag weer op slot zit. Gaan we hem even dupliceren, zodat we altijd het origineel hebben. Dan zoomen we in. En wat we gaan doen is, we gaan een bepaalde selectie aangeven in dit plaatje. Dat betekent dat we alleen binnen de selectie gaan kleuren. Nou, pak weer de lasso. De puntige lasso eigenlijk. Polygonaal lasso tool. En dan gaan we zo die selectie maken. Volg even heel de vorm. Zorg in ieder geval dat al het wit goed bedekt is. En dan als je de vorm weer sluit, zal je zien dat er weer een klein cirkeltje bij je cursor komt. Dit kan je niet zien in dit filmpje, daarvoor is het gedetailleerd. Maar dat zal je wel hebben als je het zelf doet. Nou, gaat weer het hele stippellijntje eigenlijk oplichten. En wat we dan willen doen, is we willen deze hele binnenkant van het stippellijntje egaal inkleuren. Dat doen we door middel van de brush tool. Die zit hier. De brush tool kun je ook aanpassen in formaat. Dat kun je bijvoorbeeld hier doen. Hè? Kun je zien hoe groot die is. Oh, daar gaan we al. Wederom, let op dat je in de goede laag zit. Je ziet dat het bij mij ook gebeurt. Je moet wel een laag aanklikken, want anders zal die zeggen dat hij niks kan doen. Heb je snel genoeg door het 3 keer fout te doen. Wederom, gaan we weer naar dit schemaatje. Dan kun je openklikken en dan kan je hier zien hoe groot je brush is. Nou, neem maar een iets grotere brush, dat geeft een mooi egaal effect. We zetten de hardheid wel vrij laag. Want dan blendt die mooi in elkaar over. De opacity houden we ook vrij laag, dus de transparantie. Beter dat je er een paar keer overheen gaat, dan dat je het in één keer veel te dik doet. Dan gaan we even een kleur selecteren. Nou, ik neem een blauw. En dan, wat heel erg belangrijk is, let op. Want achteraf is het lastiger. Zet hier dit schemaatje, die kun je zo openklikken. In plaats van op normal, op linear burn. Dan zul je zien dat de lijnen doordrukken. Dus dan verdwijnen de lijnen niet als je er vervolgens een verflaag overheen zet. En dan gaan we zo de boel inkleuren. Nou, als je het meerdere keren over elkaar heen doet, zul je zien dat die ook donkerder wordt. Nou, nu wil ik een deel schaduw aan gaan geven, want dit is natuurlijk een vrij egale vorm. Wat ik dan kan doen, wat handig is, is om een kleiner gedeelte van de schets wederom te selecteren. Er staan allemaal al lijnen op je tube, die kun je gebruiken als hulpmiddel. Nou, dan heb ik nu een kleiner gedeelte geselecteerd en neem ik weer die brush. En dan hoef ik eigenlijk alleen maar de opacity iets hoger te zetten. En dan zal je zo zien. Zorg wel dat je inderdaad de hardness wel heel laag hebt staan. Want dan vloeit die mooi. En dan kun je zo naar beneden en er een mooi kleurtje aan geven. Als je nou shift ingedrukt houdt en naar beneden gaat, dan zal je zien dat je een rechte lijn krijgt. Dus dan klik je steeds tussen de twee punten en dan met shift ingedrukt, dan blijft die mooi recht. Nou, je ziet al dat er aardig wat schaduw komt. Wat ook wel een leuke truc is, is als je een net iets andere tint van dezelfde kleur neemt en die er overheen zet. Het is wel zaak dat je dat er heel zachtjes overheen zet. Dus met een hele
weinige transparantie. Dan zal je zien dat er wat dieptewerking ontstaat. Daar zou ik bijvoorbeeld wel een andere selectie voor kunnen gebruiken. Dus dan klik ik er even hiernaast. Dan deselecteer ik hem. En dan zou ik hem ook, kan hem ook met de hand doen. Maar dit is wel zo veilig. Weer eventjes afbakenen. Nou, dan ga je hier naar beneden. En dan hier naar boven. En dan zeggen we hier weer de vorm sluiten. Dan pakken we weer de brush op met die net iets andere tint die heel licht erop staat. En dan gaan we zo naar beneden. Dan zie je dat er zo nog een andere tint in die tekening komt. En dat geeft hem net even wat meer diepte. Ik vind dat hij misschien nog wel wat donkerder mag aan één kant. Dat doe ik toch weer een beetje meer met de originele kleur. Dus schuif hem weer even omhoog in je kleurenpalet. En dan kun je hem nog iets weer wat dikker, die opacity wat hoger zetten. Misschien ook even mijn brush wat kleiner maken, zodat ik niet per ongeluk veel meer meeneem. Dus even gevoel kweken. Je zal zien dat het misschien 6 keer fout gaat. Dan kun je natuurlijk wel in je historie weer omhoog gaan. Helemaal niks aan de hand. Dus ik zet er nog even hier. Ik hou shift ingedrukt en dan klik ik zo naar beneden. En dan zie je dat hij eigenlijk nog eventjes een tikje erbij zet. Dan ga ik die selectie zo wegklikken. Nou, wat heel belangrijk is, is als je zo'n tekening maakt, is natuurlijk dieptewerking. Dat kun je door middel van schaduw doen. Maar je kan het natuurlijk ook door middel van lichte oppervlakte doen. Dus wat je dan doet, is je gaat bijvoorbeeld een deel selecteren dat gewoon lichter moet zijn dan de rest. Nou, gebruiken we ook weer de lasso tool voor. En dan hebben we hem zo geselecteerd. Dan pakken we dit keer niet de brush, maar we pakken de gum. De gum die staat hier. Ook de gum kun je in formaat wijzigen. Kun je iets groter maken, dan maak je het net even iets makkelijker. Maar ik zou ook daar de opacity heel laag zetten, zodat je hem kan opwerken. Dat werkt altijd beter, dat doe je eigenlijk met stiften ook. Zet je ook nooit gelijk de donkerste kleur erop. Nou, als je dan gaat gummen, dan zal je zien dat die lichter wordt op een bepaald oppervlak. Nou, als hij ergens lichter wordt, dan wordt hij misschien ook wel ergens donkerder. Ik denk, maar dat is op gevoel, dat hij hier dan misschien nog wel iets donkerder wordt dan dat hij nu is. En misschien niet in zijn totaliteit, maar zeker wel een ding. Een deeltje. Dan pakken we weer de brush. Dan die opacity staat op zich al wel vrij hoog. En dan ga ik zo heel langzamerhand, zo per klikje, kijk ik wat er gebeurt. Dan ga ik hem zo ietsjes donkerder laten lopen. Dan zie je dat er eigenlijk al echt zo'n soort hoekje ontstaat. Dan mag het van mij ook best nog wel wat heftiger dat glimmen, zeg maar. Nou, glimmen, dat creëer je altijd door wit toe te voegen. Dus ik ga nog even een deeltje selecteren. Ga ik wel om dit gedeelte heen. Dat had ik al. Nou, je moet ook bedenken dat die vorm, die is niet recht, dus soms moet je hem juist wel recht kiezen en soms moet je hem schuin kiezen. Dus ook allemaal weer op gevoel. Pakken we weer de gum. De opacity super laag. Zet hem wel even iets groter, zodat hij er mooi overheen past. En dan gaan we zo naar beneden. Nou, je ziet, ik hoef het niet precies te doen, want daarvoor heb ik die selectie. En dan zal je zien dat er nu een soort lijn tevoorschijn komt, die gewoon echt wat lichter is dan de rest.
Dan klikken we ernaast en dan zie je dat er eigenlijk een soort glansje komt op die tube. Nou, om het nog wat beter aan te geven, want er zitten natuurlijk veel meer kleine schaduwwerkingjes ook in, kunnen we ook nog even een keer de brush pakken. En die zetten we dan echt best wel heel erg klein. Bijvoorbeeld zo. De hardness zet ik weer heel laag, hè? Want het is eigenlijk allemaal alsof je krijt en stiften gebruikt. Nou, dat, als het goed is, dan vloeit dat heel erg. En dan kiezen we dit keer echt een donkere kleur. Nou, die opacity die staat ook weer heel erg laag. En wat we dan kunnen doen, door middel van shift, ik heb nu niks geselecteerd, dus pas op dat je niet uitschiet. Zetten we nog wat extra lijnen er zo in. Dus je kan zo bijvoorbeeld nog even wat extra schaduwrandjes aangeven langs die lijnen. Je zal er wat gevoel voor moeten kweken om dat er goed op te zetten. Nou, je kan ook nog even langs zo'n schaduwrand hem erop zetten. Het is maar net hoe je het doet. En dan vind je het niet mooi, haal je het gewoon weer weg. Nou, dan heb ik eigenlijk nog wat extra schaduwrandjes toegevoegd. En dan wil ik eigenlijk ook nog dat die op sommige punten heel erg gaat glimmen. Nou, wederom, door wit te gebruiken, gebruik ik weer het gummetje. Zet ik hem weer heel klein neer. Pak ik wit. Dus ik weet dat die wit is. Zo. Dan is die opacity, kan ik wel ietsjes harder neerzetten. Maar kijk uit, beter meer keer klikken dan te snel. En die hardness, die moet ook laag staan. Je ziet dat die nog wel eens verspringt, dus pas op. Nou, dan denk ik dat het mooi is als hij bijvoorbeeld hier gaat glimmen. Wat wel, je ziet eigenlijk dat er nu niks gebeurt. Dat komt omdat ik iets vergeten ben. Nou, dat is dat ik dit met een brush moet doen. En niet met de gum. Dan zet ik hem op normal. Hij staat nog steeds op wit. Ik zit nog steeds in een goede laag. Dat is helemaal prima. En dan kan ik hem er zo op zetten. Je ziet dat die heel traag maar opkomt. Dus dan kan ik die opacity ook even iets omhoog zetten om het ietsje sneller te doen. Pas op dat je niet te ongeduldig raakt. En dan zie je dat er zo'n, door heel vaak te klikken, een soort glimmertje komt. Nou, dat zet ik ook nog even hieronder. Kijk, hoe meer van die glimmertjes je erop zet, hoe kitscheriger die wordt. Maar dat is dus even aan jezelf om te bepalen hoeveel die mag glimmen en waar het toch echt een beetje te gek wordt. Nou, je kan het dus ook bijvoorbeeld hier in de hoek doen, hè. En je zou het ook nog hier kunnen doen. Nou, pas op. Maar een beetje is best wel leuk. Dan zetten we die opacity nog een beetje lager. Nog een stukje lager. En dan gaan we ook nog even langs deze rand. Want ergens waar er schaduw zit, glimt die ook wel weer aan de andere kant van die schaduw net wat op. Dan doe ik even shift ingedrukt houden. Dan zie je dat er langzamerhand een randje tevoorschijn komt. Ik zet hem gewoon een paar keer eroverheen. En dan zie je dat daar een soort glimmende werking ook komt. Nou, die zou ik ook nog hierboven kunnen neerzetten. Steeds even shift loslaten. En dan zie je dat er overal die een beetje gaat shinen. Nou, doen we die hier nog eentje. Natuurlijk, hoe donkerder de achtergrond is, hoe mooier zo'n wit puntje eruit komt, hè? Dus je kunt ook nog een beetje spelen met het formaat van dat rondje. Dat je een groot rondje, een groot gummetje, zachtjes op de achtergrond laat doorwerken en dan een hard puntje erin zet met hard wit. Nou, als we dan uitzoomen, zie je dat je een ingekleurde schets hebt.
Dan rest ons nog één ding nadat we de tube hebben ingekleurd. En dat is de tube ook te laten landen op het papier. Dat kun je door middel doen van schaduw inkleuren, die je hier al aangegeven ziet door die twee streepjes. En door een achtergrond erin te maken. We beginnen even met de schaduw. Dan weer iets inzoomen met de loop. Dan pakken we de lasso. En dan gaan we even zo de vorm van die schaduw selecteren. Kap hem gewoon ergens af. Ook weer op gevoel. Sluit de vorm. En dan pakken we de brush er weer bij. De brush zet je ook weer op wat groter, zodat je in één keer dat vlak kan pakken. Daar wordt hij mooi egaal van. En de opacity staat laag. Staat hij nu al op 7%. Dan zorgen we dat we een zwart selecteren, zoals hij nu ook al geselecteerd staat. En dan gaan we in één keertje er een keer overheen. Dan zie je dat er al een schaduwtje ontstaat. Nou, die schaduw gaan we een beetje opbouwen. En hoe dichter bij de tube, hoe dieper, hoe donkerder de schaduw eigenlijk is. Dat doe je gewoon door meerdere keren te klikken. En zo zie je dat hij dan zo langzamerhand, dat je zelf een verloopje creëert. En dat de tube landt op je pagina. Nou, ik vind hem wel goed zo. Druk ik weer even de selectietool en dan deselecteer ik hem. En dan zie je dat daar mijn schaduw staat. Dan hebben we vervolgens, vind ik het wel leuk om er een achtergrondje in te maken. Dat kun je soms ook doen door middel van krijt of door stiften als je een echte tekening maakt. En hier doen we dat door middel van de toverstaf te gebruiken. Die staat hier, hè? Dus misschien staat de Quick Selection Tool aan. Nou, pak even de toverstaf. En dan klik je er zo op het wit. En dan selecteert hij hem als het goed is zo in één keer. Pakken we weer even de brush erbij. Dan zeg ik, nou, ik wil wel een bepaald kleurtje, hè? Nou, zeg paars bijvoorbeeld. Opacity misschien ook niet te heftig, hè? Rustig beginnen. Ik kan hem wel wat groter zetten nog. Dat doen we hier. En dan kan ik zo, zonder dat ik de tube aanraak, een achtergrond erin tekenen.